Het seizoen 2003-2004 kent een fantastisch en productief PSV. In 34 wedstrijden scoort de Eindhovense ploeg maar liefst 92 keer. En clubtopscorer is deze man, Matthea Kessman, met 31 doelpunten. Maar al die Eindhovense goals zijn niet genoeg voor het kampioenschap dat jaar. Want dat gaat naar Ajax, dat maar 79 doelpunten maakte, maar wel met 6 punten voorsprong kampioen werd op PSV. In de volgende lijst komen we natuurlijk ook een Ajax-doelpunt tegen. Maar we beginnen met een schoonheid van een goal van FC Twente-speler Adil Ramzi. Thuis tegen Volendam. Na 3 goede seizoenen voor Willem II maakte Adil Ramzi de overstap naar PSV. En vervolgens naar het Spaanse Córdoba. Daar mislukte hij, maar voor FC Twente speelde hij dit seizoen 32 wedstrijden. En dit was zijn mooiste goal. Ramzi. Goeie bal van Ramzi. Het hoogtepunt van de avond, tot dusver, zeker vanuit de Twents perspectief. Het is een goal mooier dan Twente vanavond eigenlijk verdient. Al is Ramzi wel een van de betere aan Twentse kant en zijn technische bagage wordt hier onderstreept. Uit de draai deze prachtige rechtse directe hoog vierde paal in de bovenhoek. Matthea Kessman kwam begin 2000 bij PSV, waar hij de opvolger moest worden van Ruud van Nistelrooy. Dat lukte aardig. Hij werd 3-maal topscorer van de Eredivisie. Dit is een van zijn mooiste. Bommedaal. Kessman nu weg bij Saïs. Kessman is sneller. Kessman moet naar zijn rechter. En doet het zo. Het antwoord van Matesja Kessman op het missen van de penalty. 1 minuut later verzilvert hij uitstand een kans. Ja, eigenlijk is het niet eens een kans. En nu staat hij dus wel op 28 doelpunten. Op weg naar de 30. Matt van de Heuvel, de verzorger van PSV, wordt bedankt. Kessman. Saïs is te laat. Dan weet je eigenlijk dat Kessman dit zou kunnen doen. Maar Den Haag rekent er niet op. En dan denkt Kessman, kijk, tussen die twee door. En prachtig raakt hij die bal. De Vries heeft geen enkele kans. Als een soort openslaande deuren maken die twee spelers ruimte voor Kessman, die ervan profiteert. Wat een wereldgoal. Matesja Kessman. Niet vanaf 11 meter, wel vanaf 20. Ja, bij PSV draaide die fantastisch. Deed het heel goed. Scoorde heel veel doelpunten. PSV is daar toch heel sterk in om toch spelers aan te trekken die heel veel doelpunten maken in de Nederlandse competitie. Nou goed, deze goal die is ook heel bekeken. Hij krijgt alle tijd van de verdedigers om te kijken waar kan ik hem plaatsen. Nou goed, en dan maakt hij ook heel goed af. Maar in het buitenland zie je toch dat hij heel veel moeilijkheden heeft. En in sterke competitie dat hij niet zijn eigen spel kan spelen. Iedereen zat achter Zlatan Ibrahimovic aan. Maar het lukte Leo Beenhakker om hem naar Ajax te halen. En Zlatan was zijn geld dubbel en dwars waard. Zoals hier tegen AZ. Timmer blijft staan en moet dat bekopen, want er wordt gescoord. Vlak voor zijn neus door Ibrahimovic. Die zijn uitverkiezing dan meer dan waar maakt. Het is nummer 10 dit seizoen van Zlatan Ibrahimovic. En je moet erop komen. Om die bal zo uit de lucht en voor de neus van Timmer weg te plukken. En dat Reinie hem half in de heup vrij neemt, kwam Ibrahimovic niet ongelegen daarbij. Bij Roda JC komt Aruna Kone terecht in een smeltkroes van nationaliteiten. Waardoor zijn overgang vanuit Lierse niet zo ingrijpend is. Tegen PSV laat hij zien hoe snel hij is ingeburgerd. Sergio stuurt Kone weg. En nu ligt daar de loper uit voor de 1-0. En dan doet hij het werkelijk fantastisch. Wat een prachtige nonchalance. Dan is Van Egmond de gebeten hond, want er zou hens zijn gemaakt. Maar als dat al zo was, dan is er van opzet geen sprake. En dan is daar de weg naar de 1-0, die schitterend wordt bewandeld. Nou, je kunt je armen niet even afhakken. Fabuleus afgerond door Koning. Trokken natuurlijk schitterende voetballers over de velden in Nederland. En hier bij Roda ook, die Koning. Ja, die was er en die kan iedereen zich herinneren, omdat die spectaculair was. Was het niet door de doelpunten, dan wel natuurlijk door de uitvoering van die dansjes na de goals. Want ja, dit is gewoon schitterend gedaan. Dit is mooi. Maar ja,
er was ineens zo'n groep spectaculaire spelers. En hij hoort in die groep. Boom. Utrechter Wesley Sneijder werd op 7-jarige leeftijd gescout door Ajax. Met zijn verfijnde traptechniek is hij een schrik voor iedere eredivisiedoelman. Zelfs voor Ronald Waterreus. Maxwell. Sikora, goed gedaan. Maxwell, Sneijder, ruimte om uit te halen. Wesley Sneijder, wat een goal! Vrijwel onzichtbaar in de eerste helft. Maar als dan de ruimte er is om uit te halen, dan gebeurt dat ook en vernietigend. Maxwell loopt goed door. En daar is dan de ruimte voor Sneijder. Oh! Wat een prachtig doelpunt. Geef hem niet de ruimte van die afstand. Het lijkt wel of hij aan het shoelen is, weet je. Met shoelen heb je dat ook. Dan denk je, nou, ik wil hem nou in het rechtergaatje schuiven. En vaak lukt dat dan niet bij de doorsnee shoelen. Maar Sneijder heeft dus het vermogen om, als hij die bal krijgt, meteen goed te leggen voor zijn rechtervoet. Moet je kijken. Open draaien, meteen goed leggen. Hij heeft het gezien. Eigenlijk zit hij al. Bij Sneijder zit hij al. Hij moet hem nog even schieten. Maar bij hem zit hij al voordat hij schiet. Het talent van Arjen Robben bleef niet onopgemerkt na twee goede seizoenen FC Groningen. De linksbuiten werd begeerd door Feyenoord, Ajax en PSV. Robben koos voor PSV. Robben, ja! Wat een wonderschoon doelpunt. Wat een klassenspeler. Arjen Robben. Het zijn de briljante momenten van Robben die deze wedstrijd beslissen. Twee assists en een wonderschoon doelpunt. En daarmee onderstreept hij eens te meer zijn grote kwaliteit. De Zwitserse Congolees Blaise Nkoufo kwam naar Twente uit de tweede Bundesliga. In december 2003 viel hij op door in 8 dagen tijd zowel tegen Feyenoord als Ajax 2 keer te scoren. Nkoufo kapt hem uit en dan door de benen van Zwets. Nkoufo, wat een doelpunt! Wat een doelpunt van Blaise Nkoufo en wat een zegening voor Twente. Dat deze man zich dit seizoen zomaar in Enschede meldde. Van de fraaiste goals van dit seizoen. Schijnbeweging, de bal door de benen van de tegenstander en dan in de kruising. Ja, die scoor je alleen maar in je dromen. Dit is het duel met Peter van den Berg. Gewonnen. Dan komt Zwertsin door de benen. En dan denkt hij van nou, als het toch zo goed gaat, dan haal ik uit. Verpletterend in de kruising. Kansloos Patrick Lodewijks. Blaise Nkoufo. Een man met een Zwitsers paspoort maakt 2-0, zijn tweede goal. Als je zo weet te manifesteren bij Twente en zoveel doelpunten weet te maken, dat zegt toch wat over de kwaliteiten van deze speler. En een speler met heel veel voetballende kwaliteiten en ja, die bijna elke kans verzilverd heeft. Nou goed, hier komt hij vanaf de buitenkant, wat hij niet zo heel graag doet normaal gesproken. Maar hier kapt hij 1 speler goed uit, de tweede die speelt hij fantastisch door de benen en dan maakt hij hem... Vol zelfvertrouwen maakt hij hem goed af. Sander van Gessel is een van de niet zo vaak scorende, maar o zo nuttige middenvelders in de Eredivisie. Af en toe staan ze dan ineens in de spotlights en dan maken ze ook een wonderschoon doelpunt. Zelmen maakt het zichzelf moeilijk. Aarts, half, nog altijd Zelmen en van Gessel. Oh, schitterende goal van Sander van Gessel. Met de hak à la Magier. De wedstrijd is beslist. En het gebeurt op een geweldige manier. Zelmen lijkt zichzelf in de problemen te brengen. Maar doet dit dan heel goed. En oh, Van Gessel. Wat mooi. Wat subtiel. De naam van Heemskerker Rafael van der Vaart zal altijd verbonden blijven aan dat ene prachtige doelpunt op 30 november 2003 in de klassieker tegen Feyenoord. Van der Vaart voor de goal. Mitea sluit aan. Sneijder is er ook. Mankracht genoeg. Mitea. En de goal! Wat een wonderdoelpunt van Rafael van der Vaart.
die de honneurs waarneemt van Ibrahimovic in de punt van de aanval. Zoals hij dat ook vorig seizoen een groot deel van die jaargang moest doen. En met veel succes. Hier scoort hij zijn derde doelpunt van het seizoen. En zeker zijn meest listige. De voorzet van de Jong wordt weer teruggebracht voor het doel door Mitea en Zee van der Vaart. Het is instinct. Het is instinct. En geen idee. Oh, wat een goal. Dit is natuurlijk geen geluk. Dit is, het loopt goed af. Maar het gaat in een flits. Hij bedenkt iets, voert dat uit en dan is het een doelpunt. Ja, dan lijkt het misschien een beetje geluk. Nee, hij heeft geluk mee. Er komt geluk bij. Maar het is een ander verhaal dan dat je zegt, het is geluk. Dit is zo grappig, maar zo knap ook. Want je moet het wel kunnen, dat lijf dat moet meegaan. Hè? En ik vind dit een van de mooiste die ik ooit gezien heb. Kijk, boem, raak. Grillige spitsen maken vaak wonderschone doelpunten. Dat gebeurde ook Mathea Kessman in de wedstrijd van PSV tegen FC Twente. Doelman Jelle ten Rouwelaar weet, als Kessman in de 18e minuut de bal krijgt, nog niet wat hem boven het hoofd hangt. Kessman ziet dat ten Rouwelaar voor zijn doel staat. En wat een wereldgoal van Mathea Kessman. De vijfde alweer dit seizoen. Een lichte aarzeling bij ten Rouwelaar. Kan ik die bal hebben? Nee, die kan hij niet hebben. Hij moet terug en Kessman ziet het. Wat een klasse van Mathea Kessman. Geweldig. Dat je dit kunt. 0-1 dus. Welke reden dan ook, Jan, heeft Mathea Kessman het buiten PSV nergens goed gedaan. Maar bij PSV was hij echt optima vorm. Hij was fantastisch. En dat zie je ook in het doelpunt uit tegen FC Twente. Ik heb hem hier in de Pierrot gezet. Waarbij eigenlijk uit het niets, je ziet wat voor gochme Mathea Kessman heeft. Kijk, FC Twente probeert hier op te bouwen. En dan zal PSV zometeen de bal gaan veroveren. Hier op het middenveld. En dan krijg je meteen deze paas op Kessman. Die al heel slim weggelopen is. Maar dan heeft hij in een oogopslag deze ruimte gezien. Ja, dat kan eigenlijk niet met links. Die ruimte hier achter keeper ten Rouwelaar. Die staat 6 metertjes maar voor zijn goal. Maar toch met een fijngevoeligheid. Pas slechts stilte als je deze bal ziet vertrekken. Moet je kijken. Oh, geweldig doelpunt. Dan heb je echt gevoel in je voetjes. Voor de verdediger ook frustrerend. Je kan er helemaal niets van zeggen. Het is nee, gewoon mooi. Nee, ja, loopt goed mee. Maar ja, als je zo goed kan voetballen en dit soort goals kan maken, ja, kan je alleen maar applaudisseren.